Ik ben Jet Bussemaker. Ik ben minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik ben eerder staatssecretaris van VWS geweest. En dat heeft veel met mijn familiegeschiedenis te maken, want mijn vader die heeft een groot deel van zijn jeugd in wat toen Nederlands-Indië heette doorgebracht. Ik heb deze foto meegenomen. Dit is Solo. Wat toen het kamp was. Het is nu een ziekenhuis, Ruma Sakit. Het heette in de tijd ziekenzorg. Ik geloof dat je dat ook nog wel ergens in de muren zag. Dit is mijn vader. En dit is tijdens een reis die ik eind jaren 80 met hem naar Indonesië heb gemaakt. Mijn vader was toen al 1 of 2 keer met mijn moeder geweest. Ik had altijd vroeger veel conflict toen ik een puber was met mijn vader over eigenlijk ook de koloniale geschiedenis en wat ze daar eigenlijk allemaal gedaan hadden en of dat eigenlijk allemaal wel zo goed was voor Nederland. Dus we hebben lang ook over Nederlands-Indië met elkaar in de clinch gelegen. Maar uiteindelijk zijn we ook veel nader tot elkaar gekomen. Daar heeft deze reis enorm aan bijgedragen. Omdat hij mij echt de plekken heeft laten zien in Nederland, toenmalig Nederlands-Indië. Waar hij gewoond heeft, gewoon zijn huis in Surabaya. Maar ook de plekken voor zover we ze nog konden traceren, waar hij de oorlog heeft doorgebracht. En hier heeft hij bij dit ziekenhuis mij echt kunnen aanwijzen waar zij hebben gezeten. Het was op een veranda met de spijlen die je nog, nou ja, ik kon eigenlijk zeggen van tussen spel 9 en spel 15 was de plek waar zij een groot deel van de tijd doorbrachten. Maar dit is ook op het plein waar ze vaak ook voor straf, maar ook voor appel urenlang in de zon moesten staan, in de brandende zon. Waar ik ook op een gegeven moment aan mijn vader vroeg van hoe vind je dit nou om hier te staan? Is het ook niet heel naar om dit allemaal weer terug te zien en te ervaren? Waarop hij zei met emoties in zijn stem, ja, het is wel naar, maar ik geloof dat het beste is wat ik kan doen om dit verhaal zo nu hier aan mijn eigen dochter te vertellen. MUZIEK